Hey Tineke, ik wou aan de hand van deze nipborst jou wat meer uitleg geven hoe werkt die borst nu eigenlijk als ik borstvoeding geef. Dus we zien hier alvast een tepel met tepelhof, er helemaal rond. Het tepelhof gaat gedurende de zwangerschap een beetje donkerder worden en meestal ook een beetje groter worden. En hierop zie je allemaal van die kleine bultjes, hè, zijn de kliertjes van Montgomery. Die naam is nu niet zo belangrijk. Wel belangrijk is om te weten dat die eigenlijk hun tepel wat vettig houden. Heel uitzonderlijk kan er ook eens wat melk langs die kliertjes komen, maar dat komt nu niet zoveel voor en is eigenlijk ook niet zo belangrijk. Dan zien we de doorsnede van de borst. Dus als ik die borst hier openklap, wat zien we dan hier? We zien hier de melkgangen, hè. De tepel heeft ongeveer 20 gaatjes, waardoor dat die melk kan doorstromen. Dan zien we nog alle melkklieren. Dus wat die borst nu groot is, of wat die borst nu klein is, iedereen heeft melkklieren, dus iedereen kan in principe voldoende melk produceren voor hun baby. Ja, en zit die melk daar dan in die borst? Of, hoe is dat? Er zit een klein beetje voorraad in de borst, maar eigenlijk wordt de melk vooral geproduceerd tijdens het voeden, tijdens het zuigen aan een tepel. Mm-hmm.